Nou, veel plezier ermee. Klopt inderdaad. We kunnen wel zeggen van er moet weer gestemd worden, maar we weten helemaal niet hoe het vanaf maandag gaat lopen. Beste inwoners en bezoekers van Utopia. Hier volgt een belangrijke mededeling. De inwoners van Utopia moeten over 5 minuten verzamelen op het strand. De tering, hè? Over 1 uur beginnen de volgende nominaties. Mag ik jullie van harte welkom heten bij de meest bijzondere, exclusieve, spannende, fantastische nominatieronde in Utopia. Jullie zullen allemaal niet verwachten dat ik op deze persoon ga stemmen. Het is iemand die heel dicht bij me staat, maar ik heb gisteren een goed gesprek met haar gehad en het is mooi geweest. Ze heeft haar doelen behaald en ik weet dat hier buiten heel veel geluk staat te wachten op haar. Hetzelfde keer als de vorige keer doen, sorry Marleen, ik krijg de 3 van mij. Dat is oké, okay, Marissa. Ik kwam binnen, ik heb gezegd, als ik uit Utopia ga, wil ik Utopia uitgaan als een sterke vrouw. Buiten was ik geen sterke vrouw, maar hier ben ik een sterke vrouw geworden. Vorige week heb ik 3 stemmen op jou gegeven, Jess. Vandaag geef ik je weer 3 stemmen. Ja, ik ben wie ik ben. Ik heb er wel een beetje over nagedacht van tevoren. Lex, 2 stemmen gaan aan jou. Ik vind je een prachtmens, maar ik heb het al eerder tegen je gezegd. Een finale betekent dat je je niet moet laten beïnvloeden, achter je keuze staan. Je hebt het nu net heel sterk gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik weet ook hoe de andere periodes gegaan is. En ik weet ook hoe je bent en hoe moeilijk je het hier vindt. Mijn andere stem gaat naar mijn maatje hier. Maris. Gisteravond heb je me echt weer in de steek gelaten. En het is op meerdere momenten dat in Utopia dat ik echt mijn backup van je vraag. En dat je het af en toe gewoon vergeet te geven. En dat was ook gisteravond. Vandaar dat je me ook 1 stem krijgt. Ik wil niet dat je gaat, maar ik wil wel tegen je zeggen, sta voor je dingen. Als jij dat vraagt van een ander, moet je dat zelf ook uitstralen. Milena, ja, je weet het. Ik heb het al tegen jou gezegd. 3 stemmen op jou. Ja. Ik wil niet dat je naar huis gaat. Ik denk ook niet dat je naar huis gaat. Ik ga mijn best doen om te zorgen dat je niet naar huis gaat. Maar toch 3. Ja, Alexandra. Ik vind een hartstikke lieve vrouw. Hey, je bent een topper. Je bent soms ook een vreemde vogel. Ja, de laatste 5, de laatste 3, je weet het niet. En uiteindelijk heb ik mijn keuze al aardig belicht. En ik denk dat het gros van het publiek ook wel weet hoe ik erover denk. En Lex, je krijgt er 3 van mij. Ik vind dat je al heel ver bent gekomen, maar wat ik van de week al tegen je zei, eerst scheld je mij verrot en je excuses is nog steeds aanvaard en die staat nog steeds, maar daarna kom je daarop terug. Hetzelfde gebeurt bij Shelly. Het is allemaal zo onberekenbaar en onberekenbare mensen in de finale vind ik heel erg gevaarlijk. Dus daarom krijg je 1 stem van mij, mijn andere 2 stemmen gaan naar Milena, puur tactisch. Ja Maris, je krijgt 3 stemmen van mij. Het is niks tactisch. Ik vind het echt jammer dat het allemaal tactisch gaat lopen nu. Maar aangezien met Kees en wat allemaal is gebeurd, ook gisteren, gun ik het je wel om naar huis te gaan. Dus daarom 3 naar jou. En ik gun het jullie allemaal van harte om hier te zijn. En ik wil eigenlijk zo min mogelijk bijdragen aan het spel. En daarom geef ik mijn stemmen aan Lex. Omdat ik wist dat jij al genoeg stemmen zou krijgen om op de bank te komen. Dat betekent dat Alexandra en Milena morgen voor de zuilen staan en dat we gaan kijken wie er naar huis gaat. Gaat het publiek meespelen? We hebben werkelijk waar geen flauw idee.